Dag meisjes. Naast een favoriete filmpje is het natuurlijk ook tijd voor een opgemaakt filmpje. Ik kan nu al verklappen, dit wordt een zeer, zeer, zeer kort filmpje. Want als jullie het goed herinneren, heb ik in november een vrij lang filmpje opgenomen. Ik had toen echt heel veel producten opgebruikt. Maar het gevolg daarvan is natuurlijk dat je veel nieuwe producten opent en in gebruik neemt. En na een maand zijn die nog niet op. Dus ik heb eigenlijk gewoon nagenoeg niks opgebruikt. Dit is de doos en die ziet er leeg uit. Ik heb één product opgebruikt. En ik heb lang getwijfeld of ik hier een filmpje ging over maken of het gewoon een weekje ging uitstellen. Allee, een maandje ging uitstellen. Maar ik dacht, het is beter dat ik het wel doe, ook al is het maar één product. Dus het product die ik deze maand opgebruikt heb is het Kruidvat Oogmake-up Remover Cleansing. In twee fases. Dat is zo'n oogmake-up remover dat je moet schudden omdat het een gel en een olie is, geloof ik. Of een water en een olie. En dan moet je mengen. En daarmee kun je oogmake-up remover verwijderen. En ik gebruik deze oogmake-up remover al jaren bijna eigenlijk. En ik ben er gewoon dol op. Het doet wat het moet doen. Het kost niet zoveel. En ik kan hem eigenlijk iedereen aanraden, zeker als je op een budget leeft. De look die ik vandaag gemaakt heb, is eigenlijk de kerstlook die je een tijdje terug kon zien op YouTube. En ook heb ik in het favoriete filmpje uitgelegd welke producten ik ervoor gebruikt heb. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En abonneer je op mijn kanaal, dan word je op de hoogte gehouden van filmpjes. En duimpje op als je het leuk vond, dan weet ik dat ik vaker zo'n lieve filmpjes moet maken. Tot de volgende keer. Dag.